spijt me echt. Ik geneer me gewoon voor hem. Niet nodig. Hij leek nogal verdonderd. Misschien had je het hem van tevoren moeten vertellen. Ja, nou ja, goed. In ieder geval heel fijn dat je meteen wilde komen. Ik beloof je, dat gaat niet meer gebeuren. Mam? Oh, hier, schat. Dat is mijn dochter. Ja. Oh, sorry. Je bezoek. Nee, ik zou net weggaan. Dit is Roe Bekkers, mijn therapeut. Oh. Hoi. Dat is Nina, mijn dochter. Hoi. Hoi. Ik dacht dat deze sessies altijd in het ziekenhuis waren. Ja, dat is ook zo. Maar ik wilde vandaag je vader bij de therapie betrekken. Hoe zou mijn papa hierbij betrokken worden? Gaat het niet goed? Het gaat goed met je moeder, maar ze wilde inderdaad met je vader erbij praten. Ja, om zijn eeuwige neiging om dingen voor mij achter te houden te bespreken. Trek je onze dochter hier nou ook bij? Ja, want het zit me hoog. En kennelijk wil jij er niet over praten. Jezus. Ja, hey. Ja, je moeder haalt zich van alles in het hoofd. Gelukkig slaat de behandeling van meneer Bekkers goed aan. Oh ja, ik haal mijn dingen in mijn hoofd. Ik heb het gedroomd dat jij met Billy de Palma zat te lunchen. Hè? Dat is het? Ik stel voor dat jullie het even laten rusten. Tot ziens. En ik zie jou de volgende sessie. Ja, okay. Ja, ik laat mezelf even uit. Ik kwam eigenlijk een wijntje gezellig drinken, maar... Voortreffelijk idee. Wil je rood? Wil je wit? Wit.